Voor alle kinderen die bang zijn of een beetje bang zijn, doe zoals Krol. En dit is het verhaal van Krol, slimme Krol, en hoe hij aan de dood ontsnapte. En het begint zo. Dit is Krol. En hij heeft een plan. Kom dichterbij en hoor mijn verhaal. Het is echt gebeurd, of bijna helemaal. Het gaat over monsters in alle formaten. Ze zitten verstopt in huizen met gaten. Door kieren in muren liggen ze stil naar kinders te gluren. Soms, heel soms, hoor je ze piepen of sissen of hijgen. Maar monsters die zwijgen, die zullen van al het venijn het gevaarlijkste zijn. Ze komen heel stil, totaal onverwacht als jij ligt te slapen in het diepst van de nacht. Ik hoor je al vragen, wie zal hen verjagen? Luister dan goed naar wat ik vertel, als je mijn raad volgt, dan vluchten ze snel. In een dorp, niet ver hier vandaan, woonde een jongen. Krol was zijn naam. Het was een aardig en bijzonder slim kind, door ieder in huis heel erg bemind. Krol was dapper, heel dapper, hij was van niets bang. Zijn hele korte leventje lang hoopte hij ooit een spook te ontmoeten. Hij wist zelfs precies hoe hij het zou groeten, met boe en met ba, zonder veel tralala. Dus lag Krol 's nachts in zijn bed te hopen dat iets zijn kamertje kwam binnengeslopen. Zwevend voorzichtig, zwevend doorzichtig, in blauw of in wit, met vurige ogen en een stralend gebit. Het moest gaan gebeuren. Hij was bijna 8, hij had er al 7 jaar lang op gewacht. Dus op een avond, zo rond 6:15, ging Krol naar bed toe met chips en een fles. Dat is vroeg, zul je zeggen. En dat is waar. Maar Krol had een plan in zijn hoofd. Vandaar. Dapper alleen, heen lichtende gang, klom hij de trap op. Ja, Krol was nooit bang. Poetste zijn tanden, kamde zijn haar en zette het lekkers op het nachtkastje klaar. En toen schreef hij een briefje: "The party is here." En hij deed daarna de deur op een kier. Oh, zijn bed was zo zacht en de lakens nog strak. En Krol hoorde buiten een takje dat brak. Maar verder bleef het in huis heel erg stil. Er was geen geheig, er was geen gegil. En de tijd ging voorbij. Het werd 8:00, 9:30. En om 10:15 had Krol nog steeds geen één spook gezien. Wat Krol niet wist, was dat diep in de grond een beest naar hem loerde. Dat leek op een hond. Het woonde er samen met andere gedrochten, verscholen in holen en donkere krochten. Er waren er echt in alle formaten.
Monsters met knoken en monsters met graten. En elke 10 jaar, minstens 1 keer, kropen ze eruit en verdwenen dan weer. En precies die nacht van die chipjes en zo, hè, die nacht, wat had je gedacht, kwamen ze buiten. Niet eentje, maar 8. Vanuit de kelder, van achter een deur, sloop het gespuis naar boven in huis. Gepokt en geschubd, met schrammen en deuken, marcheerde de troep rechtdoor naar de keuken. En daar trokken ze krijsend van onder een kast het smerige mannetje dat zich nooit wast. Het had stof in zijn haar en schurft op zijn vel. Je rook het van ver, want ja, het rook heel erg fel. En zo gleden ze stil met z'n allen de trap op. 1 Deef achteraan en skelethond op kop. Krol lag in bed, zijn ogen nog open, toen iets zijn kamer kwam binnengeslopen. Hij zag de schaduw op het behang, zijn ogen groeiden, zijn hart deed bang bang, bang bang. Hij had een spook en geen monsters verwacht. Ja, misschien wel eentje, maar zeker geen 8. Krol trilde, hij kon niet meer slikken, hij dacht voortdurend, nu ga ik stikken. Hij hapte naar adem, hij wilde gaan lopen, maar skelethond, die kwam al zijn bed opgekropen. Skelethond, die siste en kwijlde groen slijm uit zijn bek en een krijsende deef gleed van zijn nek. 2 andere dwergen grepen Krols benen en knabbelden gretig aan elk van zijn tenen. Krol nam een kussen en wilde hard slaan, toen hij in het deurgat zijn oma zag staan. Jeetje, zei Krol, ik dacht dat ze dood was. Ze was net gestorven, een weekje ervoor pas. Oma wenkte Krol dichterbij. Het leek geheimzinnig wat ze toen zei. Krol luisterde goed en kuste haar zacht en oma verdween als een dief in de nacht. Hij heeft dus gedaan wat zijn omaatje zei. Ja, een andere keus was er toch niet meer bij. Krol haalde diep adem, stond op zijn tippen, boog door zijn knieën en likte zijn lippen. En toen blies hij ferm door billen en kont de lucht uit zijn buik als geweerschoten rond. De griezels vluchtte zijn kamertje uit. Ze waren geschrokken van het knallend geluid. En ze kropen piepend terug naar hun holen en hielden zich weer voor jaren verscholen. En Krol? Krol rolde van het lachen en hij dolde in bed, want hij had de monsters zelf buiten gezet. Dus, lieve kinders, onthoud dit goed. Als je ooit een monster ontmoet, doe dan als Krol. En adem diep in. Dat is voor alles het beste begin. Tuit dan je lippen en daarna je kont en blaas de lucht knallend in het rond. Want dit moet je weten en nooit meer vergeten. Monsters gaan lopen als je doet wat zij haten. Monsters gaan lopen als je billetjes praten.
Dus lieve kinders, als je een beetje bang bent, doe dan scroll, slimme krol, van Gerda den Doven.